Wat ik me realiseer is dat voor mij is het gewoon een gevecht met het ego en het is zo sterk. Maar tegelijkertijd is het ook mijn drive om dingen te doen of om motivatie te hebben voor iets of te ervaren. Of, ja, dus? Dat kan wel eens de reden zijn waarom ik er misschien geen afstand van wil doen. Heel goed. Ja. Nou ben je aan het kijken. Mm-hmm. Zo onderzoek je dingen. Mm-hmm. Gewoon eerlijk durven kijken hoe dat werkt en waar we dus ook gehecht kunnen zijn eraan. Ja. Je kunt er bijna gif op innemen dat als we iets lang in stand houden, whatever it may be, dan hebben we er een belang bij. Ja. Misschien is het belang ons nog niet helder, maar je doet niks zomaar. Dus dat kan het zijn, want waar haal ik anders mijn motivatie vandaan? Ja. Dat soort verhaaltjes, dat verhaaltje moet je dus goed in beeld zetten en onderzoeken. Klopt dat wel? En wie ben ik zonder motivatie? Wat gebeurt er? Ja, ja, nee, maar dan ben je al te ver. Je moet eerst eens kijken of dat verhaaltje, zonder ego is er geen motivatie, of dat verhaal opgaat. Of het klopt. Ja. Mm-hmm. We gaan heel snel uit dat wat hij vertelt, dat dat ook zo is. Vooral als het een beetje, als de woorden een beetje aardig in hun volgorde staan. Dan lijkt het logisch. Hè? Als de zinsbouw juist is, dan klinkt het al snel als waar. Ja. Nog heel goed kijken. Is het waar dat alle motivatie een ego-motivatie moet zijn? Dat weet ik nog niet, dus dat moet ik uitzoeken. Maar niet zomaar geloven, ook niet zomaar zeggen dat het niet zo is. I gotta know. Door erbij te blijven en uitzoeken. Je moet het uitzoeken. Dus daarover nadenken, voelen, kijken wat er opkomt. Het gevoel erbij van, er zit een angstcomponent in. Als ik dat kwijtraak, oké, go there, feel it. Ja, maar wat gaat het me kosten als ik vrij word? Daarom zei ik al, om het scherp te stellen, boven die poortloze poort staat, het kost alles. Ja. En dat betekent strikt genomen alleen maar het bekende. Dus, dat is maar een klein stukje. En dan blijken er hele andere energieën, zeg maar, door je heen te functioneren, die niet meer voelen als een op een ik of vanuit een ik gerichte motivatie, maar gewoon flow. Het gebeurt gewoon. Yes. En dat is ook motivatie. Ja, alleen dat noem je, voel je dan niet meer zo. Ja. Weet je wel, maar blijkbaar hou je hiervan en daar wat minder van. En... Ja. Ja. Kun je aangeven hoe het bij jou werkt? Ja, gewoon. Zo. Ik kan me voorstellen dat je toch ook plannen maakt en doelen stelt. En, nee. En, maar kun je er iets over vertellen hoe dat dan zich manifesteert? Of hoe dat... Nou, bijvoorbeeld, we waren hier vorig jaar op deze plek vanwege dat Advaita gebeuren hier. En ik hoorde me daar ja op zeggen toen Dick vroeg of ik zin had om te komen. Ja. Nou, dat was al verwonderlijk, weet je wel, want ik zeg niet overal ja op. En nou, dan waren we hier en Kasia had zoiets van, waarom doe je niet met een groep hier een weekend? Het is een mooie plek, en, weet je wel. En, deed niks. Maar Kasia die kent mij wel, dus na een week begint ze nog een keer. En na twee weken nog een keer en ineens hoor ik me ja roepen. Nou, dan plan je dat wel. Maar of het ervan komt en hoe het dan gaat en zo, ja, daar ga ik allemaal niet over. Dus in die zin ben ik er dan niet mee bezig. Nou ja, nu zijn we hier en voltrekt het zich zoals het zich voltrekt. Maar het was pas vrijdag, toen ik mijn tas inpakte, dat ik met dit weekend bezig ging. En met muziek maken idem dito, weet je wel. Van als er een, zeg ik dan maar, een melodietje voorbij komt en de wil wordt erbij geleverd om er iets mee te doen, zie ik dat ik het uitzoek en opneem. En soms komt er een melodietje bij en de wil om het op te nemen of uit te werken wordt niet bijgeleverd. Nou, dan luister ik er naar. Want het is niet belangrijk. Het moet niet. Terwijl vroeger toen ik muziek maakte, 20, 30 jaar geleden, wou ik er iets mee. Weet je wel, dat was half therapeutisch ook, maar ook om, nou, kijk mij eens even. Weet je wel, dat soort dingen. Zo. En het basisgevoel is gewoon constant die compleetheid. En alle dingetjes die op het levenstoneel plaatsvinden, ja, die zijn daarin.
Dus ik hoef niks te doen om die compleetheid te voelen. Die compleetheid is het vertrekpunt. En is waarin alles beweegt en weer in terugkeert. Dus daarom zei ik ook van het weekend al, van je zou ook kunnen zeggen, er gebeurt niks. Ja. Dus heeft het ook niks meer met vertrouwen te maken? Nee, zeker niet. Nee. Vertrouwen is van de persoon, dat hoort daar. Ja. En weet je, dat is wel wat je veel hoort of leest tegenwoordig, weet je wel, dat vertrouwen op het leven of zo, weet ik veel. Ja, dat is allemaal dubbeldenken. Vertrouwen op het leven heb je nodig als je jezelf los hebt gekoppeld van het leven. Dan moet er een ik zijn en daar het leven en hoor, dan moet ik dat zien te vertrouwen. Als je ziet dat er geen tweeheid is, wat moet dan waarop vertrouwen? Alsof de oceaan zijn golfjes wantrouwt. Of andersom, dit is toch insane. En daar snap ik wel van, als we dan in ikjes geloven, is een vertrouwend ikje er wat prettiger aan toe dan een wantrouwig ikje. Het zijn allebei ikjes en het zijn allebei dus illusies. Strikt genomen is het een mooi klinkend strategietje. Alles, hè, eigenlijk. Ja. Toch vertrouw je op dat stemmetje, toch? Dat je van binnen voelt. Ik heb geen stemmetje. Grote stem. Nee. Als je ziet hoe het is, heb je geen vertrouwen nodig. Dat heb je alleen nodig als je niet ziet hoe het is. En dan vertrouw je er maar op dat het zo is. Of ik geloof dat het... Maar het gevoel wat hoort bij vertrouwen. Je laat iets los, maar je bent niet bezig met dat je iets wil. Maar dan laat je het los met het... Ik laat niks los. Als je niks vasthoudt, hoef je niks los te laten. Ja, maar jij bent al... Ja, maar ik kan dus alleen maar praten over waar ik ben. En ik vertel je erbij, en dat is eigenlijk wat ik de hele tijd doe, jij bent daar ook. Maar je houdt vast aan dat. En daar hoort vertrouwen bij en geloof. En nou ja, al die strategietjes die zo goed klinken, die New Age bla bla, die hoort daar. Het zijn allemaal bezweringen eigenlijk. Yes. Maar ik heb het ook wel, vertrouwen voelt niet als een strategie of zo. Ja, dat kan wel zijn, moet je maar beter kijken. Ja. Het houdt de dualiteit in stand. Ja, maar je vertrouwt op iets, op een resultaat. Je vertrouwt op iets wat niet nu is. Of op God voor mijn part, maar het is altijd iets anders. Ik hier en daar en daartussen loopt dan vertrouwen. Er is geen afgescheidenheid. Het is dan weten, nee, het is ook geen weten. Zien hoe het is. Het is niet twee. Voor vertrouwen, nogmaals, heb je twee afgezonderde dingen nodig. En dan is vertrouwen het bruggetje. Of geloof. Of proberen. Of me er naartoe. Weet ik veel. Mijn karma verwerken om van A naar B te komen. Of whatever. Dus altijd van A naar B. Het zijn altijd twee. Nou, dat houd je in de wereld van twee. De ene zit in de wereld van twee zonder vertrouwen, de andere met vertrouwen, it's all great. Maar het blijft twee. Ja, het is geen twee. Dus blijf je vol vertrouwen er heerlijk naast zitten. What's the point? Vertrouwen is gewoon overbodig. Je hebt het over vertrouwen als je bang bent. Anders heb je het er niet over. Noem ik vertrouwen erop... Het is 9 keer al goed gegaan, dus het zal nou ook wel goed gaan. Dat weet je helemaal niet. Ja, toch voel ik met anders. Ik kan het niet. Ja, 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 ja. Ja, maar. Ja, maar. Omdat het lijkt dat je met vertrouwen insinueert dat je een bepaalde einduitkomst hebt. Maar dat is niet wat ik bedoel. Maar ik moet nog iets los zien te laten. Jij bent er al. Jawel, want ik wil daaruit. Ja, en je komt er niet met vertrouwen, that I'm telling you. Maar wel met zicht. Met zien, kijken. Ja, op wat je doet. Dus, als jij hecht, een van de basisdingen die ik van de week al zei bij zelfonderzoek, neem iets waar jij werkelijk van overtuigd bent en ga kijken waar het niet klopt. In jouw geval, als vertrouwen een issue is, vertrouwen is van belang.
of een soort formulering, weet je wel. En ga kijken waar je het onderuit kan krijgen. Dus probeer erachter te komen wat het allemaal suggereert. Wat er aan vooraf gaat om vertrouwen nodig te hebben of te gebruiken of whatever. Want niemand moet gaan zitten geloven wat ik roep, daar heb je niks aan. Vertrouwen is nodig als er wantrouwen is. Is antigif, wat mij betreft. Vroeger Anishinaabe, die kwam bij zijn guru, weet je wel, en die vertelde hem, jij bent dat. Oké, zegt hij, ik hoor je, wat moet ik doen? Verblijf in ik ben. En toen zei iemand tegen Anishinaabe van, oh, je had dus heel veel vertrouwen in je meester. Nee, zei hij, er was geen wantrouwen. Dat is iets heel anders. Bevrijding op dit level is de bevrijding van de dualiteit wantrouwen-vertrouwen. Dan zijn ze allebei weg. Ik vertrouw nergens op en ik wantrouw niks. Dat is gewoon, die strategieën komen niet op. Ja, dat kwam net bij mij langs, van dat ik dan vertrouwen noem, dat het afwezigheid van angst is, of rust of zo. Ja, ja, maar dat is een verkeerde term. Ja. Dus het is ook handig op een gegeven moment om de woorden te gaan gebruiken waarvoor ze zijn. Net zoals, daar was jij volgens mij bij in de drieluik, dat er iemand die, daar veranderde iets in en toen zei ze van, nu ervaar ik verbondenheid. En toen zei ik, wacht even, check nou eens even goed. Ervaar jij jezelf verbonden met al die andere mensen hier en met de muren of ervaar je heelheid, compleetheid? En toen zei ze, oh shit, het is compleetheid. Dat is iets heel anders dan verbondenheid. Verbondenheid suggereert losstaande brokjes. Het was juist de afwezigheid daarvan. En heel veel mensen gebruiken dit soort termen dus. En they entirely miss the point. Ja, maar daarom zoek ik dus van wat noem ik inderdaad van vertrouwen. Yes. Ja. Dus daar moet je heel goed naar kijken. Ja. En zo zijn er heel veel teachings die als ik die onder ogen krijg, dan heb ik gelijk, auw. Schot op de paal. Maar als we vertrouwen en genade en weet ik veel dat soort woorden gebruiken, dan is iedereen blij, want dat vinden we prachtig. Al die romantische refraf. Maar het is er altijd naast. Het is altijd, als je goed gaat kijken, gebaseerd nog op een ikje die iets krijgt of wil. En altijd, als je goed ruikt, ruik je de angst erin. Intuïtie ook. Yes. Dus daarom zei ik al, als tussenstap is dat handig. Dan ga je in ieder geval uit je beperkte denken, maar op een gegeven moment intuïtie is ook gewoon bullshit. Dus ook weer doen alsof er een ik is en een instrument of vermogen wat we intuïtie noemen, wat ik kan gebruiken en dan gaat het beter met me. Dus vanuit één perspectief geeft dat een verruiming van de gevangenis. Maar dat zijn dus allemaal dingen die in een tussenstadium positief zijn. Maar als je vrij wil zijn, you gotta let it go. Intuïtie is weer proberen iets te gebruiken of te vinden to get what you want. Maar dan in een iets ruimere context. Maar draai je het nu niet om? Ik draai altijd alles om. Je hebt vertrouwen in intuïtie, dat heb je allemaal achter je gelaten. Ja. Maar zolang wij nog in dit... Ja, nou, als je daar wil blijven zitten, moet je dit soort dingen roepen. Dit is wat die bandbreedte altijd doet. Ja, maar dan komt er iets. To not change. Jij bent de enige die gelooft dat je een soort, laten we zeggen, geïnvalideerd wezen bent. Ik geloof er geen zak van. Ik zie bewustzijn. You don't need that crap. And you hold on. That's the game. Waar ik geen moeite mee heb overigens. En ik hoor al 20 jaar, ja maar dit en ja maar dat. That's okay, that's the game. Ik zie in 1 seconde dat je niets nodig hebt van wat je gelooft dat je nodig hebt. En dat wat je gelooft dat je nodig hebt, houdt je gevangen en een soort klein. There's no need.
Nou, sommigen aanvaarden dat plotseling, anderen geleidelijk. Weer anderen moeten inderdaad eerst vertrouwen ontwikkelen en kracht. En wat heb je allemaal zo al? Moeten we het hart openen? Whatever. Mag ook, alleen duurt wat langer.